Ja, lauw water, hè? Lauw water. Maar, nou kom ik met de hand onder die kraan. Dus ik ga met de hand onder de kraan. Doe ik even zo, dan kan iedereen het zien. Hier heeft ze de wond. En ik spuit gewoon de water zo op de wond. Van boven naar beneden. Maar, ik moet wel die kranen bedienen. Dus welke kraan doe ik nou eerst? Welke kraan doe ik dan de laatste? Eerst koud. Dus koud, handronde, dan langzaam de warmte erbij. En dan ga je dus gewoon even voelen zo van, ja, dit is het ongeveer. En dan laat je het er overheen gaan. Ja, dus je gaat zelf voelen, tot hij dus zegt van, ja, wij doen meestal zo van, nou, tot de pijn er is. Want dat is perfect. Het is niet zo lekker voor het kind. Maar als de pijn eruit is, dan heb je ook geen problemen meer. Ja, dus. Hoe lang dronden? Nee, dat is bij 10 minuten, hè? 10 minuutjes dronden, 10 minuten eronder laten. En dan? Metalinegaas, ja, metalinegaas, driekante doek, eromheen, naar de dokter, klaar. Moet je moeilijk doen? Welke leeftijd? Ja, nou ja, ik ga hier vanuit dat je dat ook fijn hebt. Ja, dus kijk, want als ik nou zeg van met 5 jaar, ga ik dus de brandwond, die is eerste graad. Ga ik dan mee naar de dokter? Boven de 5 of beneden de 5? Boven de 5. Boven. Nee, dat hoeft niet, hè? En beneden de 5? Ja, dan wel, hè? Beneden de 5 moet je dus naar de dokter. Ja, ook bij een eerste graad brandwond. Ja, omdat het velletje zo te dun en de adertjes die eronder zitten, ja, die kunnen toch wel aangetast zijn. Toch maar even naar de uitkijken. Dus meestal is het door het drinken, hè? Door ja, dat de springers bij je op schoot en dan heb je thee in de hand. 100 graden, hè, thee. Had ze het idee eroverheen, heb je een probleem. Ja, dus hou daar rekening mee. Dus zorg ervoor dat je dus op een gegeven moment dus eerst koelt. Als je gekoeld hebt op een gegeven moment, dan gaas je erop, meestal in de gaas, of niet verklevend gaas, kan ook. Als er blaren op zitten, dan dek je hem af met een driekante doek. Iedereen weet hoe dat moet met die driekante doek. Pak een stoeltje erbij. Ik ga even zitten, Anita. Nooit moet ik doen daarover. Punt van de driekante doek. Naar de knie, leg hem er maar op. Punt wordt er overheen gelegd. Deze kant, deze kant. Nou, bij zo'n klein armpje, daar kan je wel 3 keer eromheen, hoor. Ja. Hou daar rekening mee. Ja, dus. Vastmaken. En naar de dokter. Ja? Maar die moet toch nagekeken worden. Waarom moet die nagekeken worden als het 2e graad of 3e graad is? Om de infectie of zo. Infectie, ja, precies. Infectieziektes, hè. Want het is een open wond. Ja, dus en als het een open wond is op een gegeven moment, dan kan er heel gauw, en vooral bij brandwonden, omdat die ook heel vochtig zijn, kan er infectie bij komen. Ja, want de bacteriën bij die wonden, nou jongen, die smullen ervan. Ja? Waar moet je hier weer rekening mee houden bij de kind? Dat is niet ontvallen. Geen shock krijgt. Dat kan ook. Dat je geen shock krijgt. Dus, waar moet ik dan naar kijken? De kleur, precies. Kijk naar de kleur. Kijk hoe ze het op een gegeven moment doen. Ja, houd daar rekening mee.